en de initiatiefgroep Samaka Fi Daka heeft gisteren een plengoffer, oftewel Towe Watra, gebracht op het 10 oktoberplein. Het was namelijk 255 jaar geleden dat het vredesverdrag met de Saramakaners werd getekend. Volgens de secretaris van de initiatiefgroep, Joraisa Pokki, is het belangrijk dat de Saramakaanse jongeren en de hele Surinaamse gemeenschap weten wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Wij opereren onder de naam Samaka Fi Daka. Het is een initiatiefgroep van de Samaka jongeren om belangrijke momenten te memoreren van onze geschiedenis. Het ligt aan onszelf om bekendheid te geven aan deze dag. Er is een nationale dag gekozen ter herdenking van de vredesverdrag. Dat is 10 oktober 1760. En dat was de dag waarop het vredesverdrag met de Oukanes getekend was. Zoals u weet bestaat de Maron-gemeenschap uit 6 verschillende stammen. Namelijk de Saramakaanse stam als grootste groep. Daarna volgt de Oukanse stam en de Matuariërs. Je hebt de Quinties, je hebt de Boninegers en je hebt de Paramakaners. En wij zijn de grootste groep binnen de Maron-gemeenschap. En we vonden het nodig om ook de dag waarop het verdrag van ons getekend is, te memoreren. Vandaar dat we vandaag hier zijn. Alus Joraisa Pokki, secretaris van de initiatiefgroep Samaka Fi Daka. Ze sprak gisteren tijdens de herdenking van het tekenen van het vredesverdrag met de Saramakaners. En dat is 255 jaar geleden. De ceremonie vond plaats op het 10 Oktoberplein en wel aan de Henk Aronstraat.